Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie waar ik een lichte doek voor de herfst laat zien. Deze heb ik gehaakt in 3 pakketjes van een losse steken met een leuk jour motief, zoals je dus hier ziet. En dus van organisch katoen. En welke naald ik daarvoor heb gebruikt en hoe ik dat heb gedaan, vertel ik jullie natuurlijk nu. Zo, dan gaan we dan beginnen met deze Rico Design Wol. En het heeft dus een mooie geel toon. Lijkt wel een beetje op mosterdgeel. En dat is natuurlijk erg leuk in de herfst, want het lijkt een beetje op herfstblaadjes. Superleuk, het is bio katoen. Het is dus organic cotton, heet het ook. Het is dus de sterkte naalddikte 4 tot 5. Maar zoals gewoonlijk doe ik het met naalddikte 6. De bol is zelf 50 gram en 90 meter. En natuurlijk 100% katoen. Wat natuurlijk logisch is met het etiket. Het etiket is normaal gesproken bij Rico Design een soort van wit met een lichte glans. Maar deze is dus echt een beetje een karton. En ook die kleurt bruin. Ik denk een soort van recycling idee. Ja, het is allemaal iets natuurlijker en iets beter voor het milieu. Dus dat is natuurlijk altijd top. En dan gaan we natuurlijk nu beginnen met de sjaal of het doek. De wol is in ieder geval erg fijn. En voor deze sjaal ga ik er 3 bollen wol in totaal gebruiken. Het midden heb ik er even uitgehaald, want ik haak altijd vanuit binnenuit. Dus dat heb ik even gedaan en dat ging eigenlijk super goed. En dan begin ik dus even met een grote lus. Ik zal jullie even laten zien hoe ik dat ga doen. Wat ik dus doe, ik leg de draad op mijn vingers, kruis ik hem en dan haal ik hem hier, haal ik de draad doorheen. En dan hou ik hem dus vast op mijn vingers. Een beetje op het stukje waar normaal gesproken de knoop ontstaat. En dan begin ik met 3 losse steken. 1, 2, 3. Zo, wat ik dan als volgt doe, is dat ik het hier zo bevestig om de ring met 1 vaste steek. Zo. En dan heb je dus hier zo het eerste pakketje, het eerste boogje, om het zo te noemen. Dan gaan we dus hier, maken we de lus, maken we vast. En die trekken we strak. En heb je hier zo'n gek boogje liggen van die 3 losse steken, is daaruit ontstaan. Dus ik neem weer 3 losse steken en die ga ik dan omdraaien en zoek dat boogje op die ik net heb gehaakt. Daar steek ik in, zo. En daar haal ik de draad doorheen en haak ik een vaste steek bovenop. Zo, dan heb ik dus hier zo een nieuwe kleine boog die je zo goed kunt zien. Neem ik weer 1, 2, 3 losse steken. Het wordt telkens 3 losse steken en een vaste steek. Spoiler alert. Dus hier zo ga ik weer in de eerste boog. Die ga ik alweer in. En dan neem ik nog een vaste steek. Dus uit de eerste boog heb ik 2 nieuwe bogen gemaakt voor de tweede rij. En zo blijft het dus ook telkens doorgaan. 3 nieuwe bogen in de derde rij. En zo gaat het telkens. Wordt het meer. Je ziet dat ik hier een klein knoopje heb met een kleine lus die in elkaar is gedraaid. Die heb ik even opgelost. En dan gaan we natuurlijk verder met de derde rij alweer. Zo snel gaat het. En daarvoor gaan we dus weer beginnen. Zoals verrassing met 3 losse steken. 1, 2, 3. Zo, dan draaien we de bol om. En zoeken we het boogje op van de voorgaande rij. En daar steken we een vaste steek doorheen. 1, 2, 3. En dan gaan we weer in het volgende boogje gaan we nu in. Daar heb ik dus nu, ik heb nu inmiddels 2 bogen natuurlijk. Daar doen we een vaste steek. Zo, en dan voor de derde gaan we weer 3 losse steken extra haken voor de derde boog. Dus het einde van de rij gaan we nog een keer door de boog en vaste steek maken we de bol dicht. Nu zie ik dus dat je 3 bogen hebt voor de laatste rij en de 2 in de tweede rij en eentje aan het begin. Dus zo wordt het steeds eentje meer per rij. Nu gaan we weer verder met 3 losse steken. Draaien we de bol weer om. En zoeken we het volgende boogje op voor de vaste steek. 1, 2, 3. Volgende boogje opzoeken. Hier zo zie je dus de vaste steek van de voorgaande rij. Dus daar gaan we langsheen en zoeken we het volgende boogje op. En vaste steek. 3 losse steken, het volgende boogje. En dat is ook het laatste boogje, zoeken we op. Daar doen we vaste steek. En natuurlijk dan nog 1 extra om eentje toe te laten nemen qua boogje. We zijn in de vierde rij, dus 4 boogjes nodig. Erg simpel concept dus eigenlijk. En hier zie je dus ook al dat de sjaal een klein beetje vorm begint te geven. Dat je hem hier zo'n beetje uittrekt, dat je het beter kan zien. Het is redelijk elastisch ook, dit patroon. En dan gaan we nu dus verder met de 5e rij. 3 losse steken, de boel omdraaien en in de boog vastmaken met een vaste steek. 3 losse steken, de boog in, de volgende boog en dan de vaste steek. 1, 2, 3. Volgende boog opzoeken en een vaste steek. 1, 2, 3. Volgende boog. En dan ben je alweer in de laatste, in de vierde.
vaste steek en dan nog één extra, dus nog 3 losse steken en in dezelfde boog nog 1 vaste steek. Zo, hier hebben we dan ook deze rij klaar. En hier zie je dus ook al mooi hoe het groter wordt en hoe de eerste punt ontstaat en aan de 2 zijkanten ook 2 punten. Ik heb nu dus 5 boogjes en dus de 5e rij. En ik ga je nog even 1 rij laten zien voordat we dus straks naar het tussenresultaat gaan. Want ik dit natuurlijk over de hele 3 bollen wol laat zien, dan wordt de video natuurlijk wel erg lang. En ik denk dat jullie inmiddels ook het concept wel snappen. Dus vaste steek en dan 1, 2, 3 losse steken. Volgende boog opzoeken en dan weer met de vaste steek vastzetten. 3 losse steken in de boog, vaste steek, 1, 2, 3, volgende boog, zo, en dan weer vaste steek, en dan weer de laatste, nogmaals in met een vaste steek. Nu heb ik dus 6 rijen en dus ook 6 boogjes, het wordt steeds groter en het is ook redelijk losjes, zoals je ziet, en het heeft een mooi ajour motief. Als je iets uit elkaar trekt, zie je heel mooi de gaatjes en hoe groot eigenlijk de boogjes zijn. Ze legt zich erg mooi neer, zoals je ziet. Het patroon had een erg leuk concept en een idee. En je kunt het ook erg losdragen, maar ook lekker dicht als je hem zo op elkaar drukt. Dus ja, erg veelzijdig, wat natuurlijk erg handig is in de herfst. En ik ga nog even verder haken over deze bol wol en de andere 2. En dan zie ik jullie straks een beetje later. Zo allemaal, daar zijn we dan weer bij het tussenresultaat. Het is 1 bol wol verder en je ziet heel mooi dat de grootte al redelijk bereikt is. Met 1 bol wol, natuurlijk gebruiken we er nog 2 extra. Het is dus telkens gehaakt in dus 3 losse steken en een vaste steek. In de tweede knol zitten dus al aan het tweede bol wol en ik ga gewoon verder met dit patroon. Zo, hier zijn we dan aan het einde. Het eindresultaat is hier dus te zien. Ik heb nu alle 3 de bollen wollen heb ik dus helemaal aan elkaar verhaakt. En het heeft een erg mooie lengte gekregen. Hier zie je al een hoek. En de lengte is ongeveer 150 tot 160 centimeter. Dus erg fijn om meerdere keren om je hals te dragen. En ook fijn als je het zo'n volume geeft als je het een beetje bij elkaar legt. Erg veelzijdig daarmee en ook door de fantastische kleur en het materiaal van katoen. Het is natuurlijk ideaal om te dragen met het wat koudere weer, maar ook als het ietsje warmer nog is in de herfst. Dat is natuurlijk altijd het geval. Dat is ideaal. Het laatste wat we nu moeten doen is nog even de begindraden te vernaaien en is het klaar. Hierzo heb ik dus aan de hoek heb ik dus een begindraad. En ik heb natuurlijk aan 1 hoek nog een andere draad. Die trek ik altijd uit als ik hem heb afgeknipt en dan trek ik hem even aan. En dan hebben we dit dus helemaal klaar. Kunnen we de boel vernaaien, net zoals de draad aan het begin en aan het einde dus. Het is een erg mooi doek die erg snel is gemaakt en erg eenvoudig. Dus ja, lekker voor de herfst. En dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Wil je nou weten hoe je andere dingen breidt en haakt? Neem een kijkje op mijn kanaal en abonneer gratis op het hoogte blijven van nieuwe video's. En dan ja, zie ik je graag bij de volgende keer bij Doe Het Zelf video voor de volgende show. Tot dan, doeg!